Jongens, een achtervolging van de busbus. Jongens, ik heb een achtervolging. Welke kant op? Sebier. Oké, aanrijdend. 1302. Bij stripclub. Terug naar Blokkenpark, zo te zien. Bij die autodealer. Na Blokkenpark. Nieuwe positie. Blokkenpark garage. Oké, ik zie je op de kant. Voor HB langs, volgens mij. Ben je bij me, Thomas? Of zit je in de Teamspeak? Of... Ben je bij me? Ja. Ja, nee. Voren. Bij de open busdag! Jongens, meneer pakt de andere auto, collega's. Het is meneer met de tas, die rijdt hierheen. Die... Hallo! Ik ben de buschauffeur! Handen laten zien! Handen laten zien. Oké, oké. Handen laten zien. Ik geef me over, ik geef me over. Ik geef me over, jongens. Ik geef me over. U mag lopen. Ik geef me over. Collega, ik kom naar u toe. Hij doet niks. Wat gebeurt er nou, meneer? In de motor, je kunt hem aanboeien. Ik geef me over, meneer. Ga tegen de bus aanstaan, nu. Oké, meneer. Ja, u mag naar de vuurlijnen. U mag naar de motor outfit. U mag naar de motor outfit. Oh, de motor outfit gaat u boeien. Hallo, ik ben de buschauffeur. Nou, dan ga ik u boeien. Mag deze, staan blijven. Deze die kut. Hallo, wie is deze ja, motor? Dan mag u staan blijven. Deze. Motor, stap af. Staan blijven. Moet blijven. Deze gast zit op privéplekken. Staan blijven. Nu. Deze hem. Ik ben bij de motoragent. Deze mij. U bent aangehouden voor het vluchten van de politie en het... Ik had mijn boete betaald, meneer. En kidnapte van mij. Een andere bekeuring openstaan. Hij kidnapte mij. Jos! Hij kidnapte mij. Ik moet met Jos... Nou, dat is... denk ik... Ja, we konden weinig doen. Alleen eventjes assisteren van de collega's. Zal dan verder afgehandeld worden, hoeven wij verder niks aan te doen, dus wij gaan weer lekker verder. Ik denk de snelweg. Ja, stuur eens locatie via telefoon. Ja, ik ben aan het rijden. Gas. Moment, hij rijdt nou bij die motorbendeclub daar. Lost. Locatie. Hij is nou bij de motorclub. Hij is naar binnen gegaan. Hij is in de motorclub? Ja, hij zit binnenin. Hij zit nou vast. Is hij daar nog? Ja, hij is nog steeds binnen. Hij is nu niet buiten gekomen. Hij is hier naar binnen gegaan, daar bij die deur. Inval. User left your channel. Wie gaat voorop? De motoragent. Wij zijn aspiranten. Ja, motoragent is ook aspirant. Nee, motoragent is... Ja, je motoragent vuurwapen heb ik, als je ergens naar binnen gaat. Nee, joh. Oké. Okay. Politie, maak jezelf bekend. Politie, maak jezelf bekend of je wordt getaserd. Politie. Politie, maak handen omhoog. Dit is niet meneer, hoor. Is dit op die gele motor? Hij staat hier achter de tafel. Ja, hier. ja, lees hem. Staan blijven. Verroer u niet. Ik ben aangehouden. Wat is er aan de hand? Ik ga kijken of het de juiste motor is. Hallo! Dit is niet de juiste motor, heren. Loop meneer. We zaten achter een gele motor. Ik loop wel even naar de achterkant. Hey!
Nou, deze mag ook bekeurd worden, vluchten voor de politie en roekeloos rijden. Beschikbaar naar mij het hoofdbureau, over. Ik kom achter totdat mijn collega er is. Collega, we gaan hem niet meenemen naar het bureau. Gewoon bekeuren. De bussen zijn weggegaan. Dit is een verdachte van... Ja, die bussen gaan nu richting Blokkenpark. Ja, wat wil je doen? Wil je meenemen naar het bureau? Ik zit er niet echt op te wachten. Ja, meenemen naar het bureau. Dit is ook mishandeling, vlucht de politie. Dit is een... En negeren stopteken. Dan mag jij de voorgeleiding doen. We staan nu stil op Blokkenpark. Ja, goed. We gaan links richting de parkeergarage op Blokkenpark. Zet hier nog één voor de C over. En mijn motor dan? Dan blijft die hier staan. De 1301 voor de OC over. 1301 zendt u bericht. 1301 is aanrijden naar hoofdbureau met de verdachte. Ja, een beschikbaar agent, over. Ja, de 4301 is de plaats, over. Beschikbaar agent. Ja, 09 is staat er zijn. Ja, kunt u richting het ziekenhuis komen, want de persoon is nu 2 maanden bevrijd, alleen hij is een beetje agressief geworden. Niet meer zo'n dam agressief. Ja, onderweg. Kijk uit, dat slaat helemaal anders naar de gesten. Politie staan blijven, bij iedere verdachte beweging wordt geschoten. Afstand, afstand. Misschien is hij onder invloed. Afstand. Hij komt naar mij. Schoten gelost, OC. Hij is getaserd. Persoon is getaserd. Hand op de grond. Hier, blijf op de grond. Verdachte is ingerekend. Is in de boeien geslagen, OC. Dank u wel. User left your channel. Meneer, u bent aangehouden voor mishandeling van meerdere burgers en ambulancepersoneel daar bij de ingang. U bent niet verplicht om antwoord te geven op de vragen die we gaan stellen en u heeft recht op een advocaat. OC, eenmaal aanhouding, mishandeling bij de ingang van het UMC ziekenhuis, over. En de 341 verzoekt een spoedtransport, over. Sirene gaat ook uit, goed om. Wat is de fucking UMC ook alweer? Ja, de 9 is onderweg. 4309 onderweg, ontvangen. Ja, kut. Oké, meneer, zoals ik al eerder aangaf, u bent aangehouden voor mishandeling. Transport is onderweg, dus we moeten even wachten. Laat me los. Nou, ik kan u vast vertellen dat u op dit moment nog niet losgelaten wordt. Waarom? Omdat u bent aangehouden voor mishandeling, meneer, daarom. Het waren er maar 4. Ja, er zijn er 4 te veel. Waarom? Oké, meneer, voor mijn veiligheid en die van mijn collega ga ik u even fouilleren. Oké, OC voor de 5301, meerdere verdopende middelen aangetroffen bij deze persoon, over. Gast heeft gewoon mijn achteraan gewoon kapot geslagen. Oh, hier sta je. Meneer, ik ga u in de auto plaatsen. Pas op voor uw hoofd. Hallo? Ja, collega, alles is in orde. Dankjewel. Hij rechts en voorgelezen? Ja, rechts en voorgelezen. Ja, die mensen worden zo meteen geholpen. Ah, helemaal prima. Ja, er zit wat slopen in je auto. Ja, kun je hem... Kun je zijn benen boeien of wat dan ook? Ja, doe dat eens even niet. Doe dat maar of zo. Wat een idee is dat er een persoon even met mij mee rijdt, achterin. Is dat een idee? Ja, Steven, als jij met Clay mee rijdt, dan rijd ik achter jullie aan en dan gaan we daarna de dienstwagen weer ophalen voor jou. Ja, dat is goed. Oh, of ik ga achterin? Ja, mag ook.
Nou, zoals jullie zagen is de agressieve man aangehouden. En voor de veiligheid rijdt er een agent mee op de achterbank met de volgauto erachter, zodat we de verdachte veilig naar HB kunnen brengen. Pas op, collega's. Meneer is nog vrij agressief. Hallo. Ja, doe dat dus even lekker niet. Ja, de kosten gaan toch allemaal naar hem toe. Ja. Kun jij dit voertuig even naar de garage rijden? Of tenminste, even... Ja, ik rijd dat voertuig ook naar de garage. Ik heb honger. Mag ik wat eten? Ja, mij, ja, ik hoor je. Ik krijg zo meteen wat. Mag ik ook wat drinken? Ik krijg zo meteen wat koffie. Te veel. Collega? Ja, zeg het eens. Mag ik ook los? Zou jij wat eten, zou jij wat eten kunnen halen of niet? Ja, ik loop boven even naar de automaat. Zo terug. Ja, dank je. Het is werkelijk waar niet te geloven. Die hele automaat is leeg. Wat? Dat kan niet hoor. Nou, zal agent Steve wel weer zijn geweest die al die automaat leeggetrokken heeft. De vreedzak. Ik denk dat ik dan zometeen toch eventjes naar de supermarkt moet. Goeiedag, collega. Goeiedag. Is het gelukt met de Touran? Ja, die staat nou in de garage. Ah, oké, okay, mooi man. Alleen, ja, ik moet even zo naar mijn eigen auto. Ja, die gaan we zo even ophalen. Je bent aangehouden voor eenvoudige mishandeling van 3 personen, artikel 300 van het SR. Maar het waren er 4 of 5. Ja, de ene die... Maar had je er 4 in totaal? Ja, ja. Hoeveel mensen lagen daar op de grond, als ik vragen mag? De meneer heeft 4 burgers neergeslagen en heeft de dienstauto geschopt. Ah, oké, okay, top. Dus vernieling politie-eigendom mag er ook bij. Oh, oké. Okay. En voor jullie kan in principe alweer verder aan het werk gaan. Oh ja, de automaat boven is leeg, dus hoe zou zo meteen even naar de winkel moeten? Ik heb zelf ook nog eten nodig, dus... Mag je nog een keer rijden? Ja, moet mij nog even afzetten bij mij toe. Ja, jouw dienstwagen gaan we zo ophalen. Oh ja, dat is zo. Dan kunnen jullie meteen even langs de winkel? Of heeft een van jullie wat eten op dit moment op zak? Ja, ik geef je vast wat ik nu heb. Want mijn buik die knort enorm. Dat begrijp ik. Ik denk dat ik elk moment bouwvallen. Kijk eens aan. Dank u. En ik dan? Jij krijgt zo'n hapje van mij. Mag ik ook wat drinken? Test. Ja,
Ja, ik krijg het zo. Ja, top, dankjewel. Ik handel dit verder wel af. Prima, dan gaan wij de dienstwagen ophalen en we gaan even langs de supermarkt. Mag ik ook wat drinken? Ja, krijg je zo. Automatische brug, er is iemand in nood. Oh, dat is hier om de hoek. De 43-0 is aan het rijden, Tover. Ja, op de snelweg aan de kant waar de stad binnenrijdt. Dan dat die gevangenis. Ja, net zo bij de gevangenis inderdaad. Ja, de 3401 is ter plaatse. Het lijkt op een motorongeluk. Graag extra eenheden deze kant op, plus ambulance over. Is dat wel een vrachtwagen? Goedendag meneer politie, bent u wel spreekbaar? Oh, wat gebeurt hier nou? OC voor de 3401 verdachte is gecrashed. Alleen, ik zie hem eventjes niet liggen op mijn netvlies. Standby? Ja, ik zie hem ook niet. Er staat wel een motor. Oh, nou, hij is hier. Oh, is er nog eentje doorgeschoven? Zwaar gewond. Positief, meneer is zwaar gewond. Het ziet er echt naar uit dat hij verongelukt is met de motor. En de vrachtwagen heeft er waarschijnlijk ook iets mee te maken. Ja, ga ik even doen. Top. Help. Rustig aan meneer, de ambulance is onderweg. Help. Ja, kijk maar. Dingen kunnen ook vliegen deze. Collega's zit helemaal onder bloed. Hallo. Het is aan de hand. Nou, meneer is waarschijnlijk gecrashed met die motor die daar aan de overkant staat. En waarschijnlijk is die vrachtwagen verderop er ook bij betrokken. Ja, dan ga ik toch wel even een specialist erbij. Ja, lijkt me een goed plan. Je ziet namelijk ook meerdere verwondingen. Vooral op het lichaam, bij de benen en bij de torso. En als je goed kijkt, heeft hij ook een flinke wond bij zijn hoofd. Dus er is echt medisch team bij nodig. Ik vermoed dat hij met die vrachtwagen daar staat. Die denk ik gewoon met de vrachtwagen is gekomen. Ja, zo te zien heeft hij voor mij zelfs een ruggengraat bijna gebroken. Dus heb ik een VTB beschikbaar voor de fietsinrichting en een agent die alleen even kan meerijden op fietsinrichting om wat sneller te zijn? Ja, dat moet geen probleem zijn. En het kan nu al blijken dat hij waarschijnlijk, hij fluistert nog een beetje. Ja, inderdaad, ik hoor het. Bekende persoon, suicidaal. Ik heb geen ID kunnen winnen, maar hij is bekend bij jullie voor mij. Nou, ik ken deze persoon niet van gezicht. En het is ook een beetje lastig te zien, want hij heeft een flinke wond. Maar ik ga kijken of ik zijn ID kan vinden. Ik heb een melding, moment. Ik moet er even op de melding af, er is iemand anders ook in nood.
Ik heb geprobeerd zo snel mogelijk dan hier weer terug te komen. Ja, prima. Oké, meneer, niet schrikken. Ik ga even uw ID uit uw broekzak halen. Moment. De melding is gewoon van hier. Oké, het gaat hier om Mohamed Achimid en hij is inderdaad bekend bij ons. Ik weet zelfs niet wat zijn medische achtergrond is, dus als jullie mij daar even kunnen inlichten of zelf even rekening mee kunnen houden, zou fijn zijn. Ja, ik ben zijn hart gaan aan het checken. Ja, helemaal prima. Voor de rest, ja, zijn ruggengraat ziet er niet goed uit, dus ik zal hem op een vacuümmatras moeten zetten. Dat is de rapid. Prima, daar kunnen wij ook wel even in ondersteunen, geen probleem. Ja, ik zie dat inderdaad de rapid responder ook te plaatsen is. Helemaal goed. Hoi. Nou, heel zijn ruggengraat is naar de tering. Heb je de ruggengraat? Ja, voor mij wel. Hij is onder een vrachtwagen gekomen door een ongeluk, maar voor mij zit hij daar flink op knel. Oké, heeft hij enige vorm van reactie gegeven? Hij fluisterde en hij geeft monitor geen niks aan wat zijn hartslag is, dus ik ga hem sowieso wel op vaak een tras zetten. Ja, hartslag niks of wel? Ja, monitor wil niet weergeven wat het hart. Monitor wil niet weergeven? Nee, je kan het nog een keer checken, maar... Nee, ik ga wel even checken. Hij is onder een vrachtwagen gekomen, zei je? Ja. Op een motor? Ja, op een motor. Ja, die ziet er ook niet al te best uit. Ah, die gozer is flink dood. Daar wacht ik al. Ik bedoel... Ik check wel even zijn ademhaling, maar... Nou, zijn longen zitten ook helemaal vol. Ja. Allebei. Voor mij was het een suicidale actie. Ja, denk ik het ook. Ja, dit valt niet meer te redden, man. Wat ook niet meenemen of zo? Naar het NFI? Ja, we gaan hem wel meenemen naar het NFI. Ik pak wel even de lijkenzak als jij hem even oppakt. Oh. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Zit er al één in je ambu of niet? Yo. Leuke zak is er ook weer. Ja, prima. Update. Ja, zet hem maar op. En richting het NFI. Het is clean. VTW is niet meer nodig. Nee. OC, de motorrijder van de snelwegongeluk is helaas overleden. En hij wordt afgevoerd naar het NFI. Dus 3-4-1 gaat status 1. Hey, thanks voor de hulp, man. Ja, jullie ook en veilige rit. Ja, OC voor de 3-4-1. Bankoverval. De 3-4-1 is aanrijdend vanaf de snelweg over. Dat is vernomen. Godverdomme.
Ja, mijn auto is kapot. Hesseloze kut NPC's. Was er trouwens al iets onderweg voor die motor die nog bij de snelweg staat van het ongeluk? Maar dame bij die was onderweg, dus daar is hij al toevallig. Ah, oké, okay, mooi. Hey, wat is er nou met die persoon gebeurd? Want die ligt hier nog. Op de snelweg. Die is doodverklaard, hoor. Fictief. Oh. Ja, de AMB is nou mijn toeren aan het fixen. Ja, ontvangen, dankjewel. Het is zo snel mogelijk. Toppie, en 3401 ter plaatse ter hoogte van de overval over. Ik blijf nog even op gepaste afstand, mochten vorderingen zich voordoen, dan laat ik het weten. Oké, okay, alle eenheden. Ik krijg zes een berichtje van de winkeleigenaar. Blijkbaar is hij op de vlucht geslagen. Ik ga de achtervolging inzetten hoor. Ja, O7-3401, we hebben een achtervolging van, het lijkt op een smart auto. CQ Mini Cooper. Rijden over een zandpad naast de treinspoor over. Verdachte lijkt niet te stoppen. Waar vindt de achtervolging plaats? We rijden nog steeds op het zandpad naast het treinspoor. Verdachte blijft doorrijden. Rijdt nogal slingerend. Ik kom zo snel mogelijk. Ja, ontvangen 3402. De 4301 zit er achteraan. Hij gaat driftend links de bocht om. Ja, ik rij nog op de snelweg richting Sanders. Ja, ontvangen. Wij rijden op een binnendoorweggetje richting de stad nu. Kruisend met route 68. Hij gaat rechtsaf richting route 68, over. Godverdomme. Hij ging vol in de remmen. Hij draait weer om richting dezelfde weg terug. Vermoedelijk gaat hij weer richting Sandy Shores over. Nader het kruispunt richting Sandy. En ja, we gaan nu richting Sandy Shores. Gaat linksaf. Rijdt op de weg langs het meer. Aangrenzend bij Sandy Shores over. Rijden rond de 150 km per uur. Gaat driftend rechts de hoek om. Hij draait weer om. En we rijden weer op de weg langs het meer richting Sandy Shores. Verdachte wil vooralsnog niet stoppen. Ja, ik ben nou in Sandy Shores gearriveerd. Ja, wij zijn nog steeds in Sandy Shores. Standby. Rijden langs een winkel in Sandy Shores. Ja, u rijdt hem nu tegemoet, 3402. Rijdt tegengestelde richting en weer op de goede rijbaan. Hij slingert behoorlijk. Let op je eigen veiligheid. We gaan weer rechtsaf langs het tankstation. Linksaf. Rechts, crash, 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 crash. En hij rijdt verder nog. Maar ik denk op deze manier dat hij niet lang vol gaat houden. We gaan wederom linksaf rondom het tankstation heen.
Oh nee, oh nee. OC, crash, 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 tankstation. Sandy Shores. Verdachte is waarschijnlijk overleden na deze crash. Graag met spoed, ambu, OC. Sorry? OC, is er toevallig een ambu aanwezig, over? Oké, ik stel voor dat we het voertuig even veilig gaan bergen. En dan gaan we even achterhalen van wie de auto is. En dan gaan we de familieleden in kennis stellen. Doe dat. Boah, nou, gelukkig is de Mini. Die zijn nog niet zo heel zwaar. Als het nou een SUV was, waren we denk ik de Sjaak geweest. Zo, hier staat hij prima.